Nog voordat de zomervakantie begon, had PSV al twee nieuwe spelers binnen. Atiba Hutchinson en Jermaine Lens. En na hun eerste weken kijken ze tevreden terug. Prima. Ik heb leuke training achter de rug, zware training achter de rug. Dus al met al de eerste weken waren goed. Ja, yeah, so far it's been, you know, really good. You know, the team is good. You know, great guys. The coaching is good. And so far the, you know, the football has been fantastic. It's been nice to be, you know, training here and getting started. En dat moet natuurlijk allemaal in de praktijk worden gebracht tijdens de oefenwedstrijden. In de 6 oefenpotjes scoorde PSV 41 keer. 3 kwamen er op naam van Jermaine Lens. En dat versoepelt de aanpassing. Ja, tuurlijk. Ik denk wel dat elke aanvaller goals nodig heeft voor een beetje zelfvertrouwen en een goed gevoel. En dat geldt ook voor mij. Dus elke goal die ik maak, dat geeft weer een goed gevoel. Oh, it's nice just to, you know, get the feeling of, you know, how the players play and the way the team plays together as a team. So it's been nice and of course we've won them all, so that's been, you know, also good. And Eindhoven as a city, you get used to it? I've seen a little bit of it, but yeah, getting used to it pretty quickly. Ik woon hier nog niet. Ik ben druk bezig met huizen bekijken. De stad zelf, ja, heb ik nog weinig van gezien, maar ik heb hier gisteren lekker kunnen eten. Dus wat dat betreft er zijn genoeg restauranten om lekker te eten. En verder heb ik weinig van de stad gezien. Beide spelers zijn behoorlijk ervaren. Zo heeft Lens afgelopen zomer kunnen proeven aan het leven van een international. En Atiba Hutchinson die verliet op jonge leeftijd zijn geboorteland Canada om via Kopenhagen bij PSV terecht te komen. Maar ervaring of niet, debuteren voor eigen publiek is altijd speciaal. I'm looking forward to it. You know, of course you get a little bit of tension playing your first game in front of you know, if I don't know how many people will be there, but of course it's, you know, my first game and just looking forward to it and pretty excited about it. We worden gepresenteerd. Het is de eerste wedstrijd in het PSV-stadion voor mij dan als PSV-speler. Dus dat is wel mooi om mee te maken en ja, extra druk. Je legt jezelf bepaalde druk op. Dus. Dus is het duidelijk dat beide nieuwelingen willen vlammen voor eigen publiek.